Nou, mijn grootste leugen ooit is denk ik dat ik gewoon gezegd heb dat ik weg ben terwijl ik niet weg ben. Oh ja, 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 om onder iets uit te komen, een afspraak ja, of zo. Ja, gewoon ja, ja. Dat ik zeg van ja, nee, ik ben nu met een vriend afspreken terwijl ik gewoon thuis op de bank zit. Zeg je dan ook wel eens nee, dat mag niet van mijn ouders terwijl het wel gewoon mag? Nou, dat mag sowieso altijd van mijn ouders ongeveer. Echo star is a classy room. Resonating a mask of fear. Zo lang en hij zit ook echt van ho, ho, ho. Zeg. Ja, hij moet nog één ding typen even. Oh, daar gaat hij. Hij zit typen. Toen ik stuurde waarschijnlijk dan of iets in die richting. Met wie praat ik nu? Oh, hij denkt dat jij het bent. Resonating a mask of fear. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. Occur in real time. Hallo, mijn naam is Harme en welkom bij weer een gloednieuwe Harme Foto Vlog. En in deze Harme Foto Vlog zijn we bij de allereerste aflevering van de gloednieuwe miniserie 50 vragen met. En vandaag gaan we 50 vragen beantwoorden samen met Lucas R. Ja, dat klopt. Yes. De regels zijn: jij mag 3 jokers inzetten als jij een vraag niet wil beantwoorden. Mocht jij meer dan 3 vragen niet willen beantwoorden, dan komt er voor elke vraag die je niet wil beantwoorden, een joker bij die te verdienen valt, doordat... Een vraag beantwoord wordt. Jij een challenge moet doen. Oh, jammer. En die challenges bepaal ik natuurlijk. Je mag nog niet de vragen lezen. Ik ga de vraag stellen. Hier, jij mag zoggen. Nee, dat lijkt me niet zo handig. Heb je ooit een verkeersbord gejat? Nee, geen verkeersbord. Oh, jammer. Ben je ooit dronken geweest? Nee, nooit. Heb je ooit ingebroken in een verlaten gebouw? Ja. Wat zou je doen met 1 miljoen euro? Een villa kopen. Wil je later trouwen? Er ging een muis. Oh, grappig. Ik heb gewoon een beetje geschrokken. Wat zei je? Wil je later trouwen? Ja. Wil je beroemd worden? Niet per se. Dat maakt me niet zoveel uit. Als ik het word, is het ook niet zo erg. Wie is de slechtste Nederlandse YouTuber? Royalistic. Altijd ergens, jongens. Dat kan je echt niet zeggen. Ananas op pizza, ja of nee? Nee. Met wie was je eerste kus? Toen wel even een joker. Oké, joker. Joker 1 was dat. Ja. Heb je ooit verkering gehad? Ja. Waar ben je bang voor? Muizen, ha. Dat is echt heel grappig. Oh, dat was de hele vraag. Hoogte. We zitten nu op het allerhoogste punt. Het komt goed. Ja, ik wil graag weer terug. Ah, hoogtevrees. Ja, dat heeft Leon ook. Wat is het domste dat je ooit gedaan hebt? Met jou naar Duitsland fietsen. Wat is je favoriete serie? 3%. Wat is het domste dat je ooit gedaan hebt? Dat zei je net al. Ik wacht nog op een serieus antwoord. Oh, oké. Ja, nee, ik moet even denken daarvoor. Heb je ooit afgekeken? Ooit afgekeken? Ja, dat wel. Dat heeft iedereen wel eens, denk ik. Ja, ja, waarschijnlijk wel. Wie is je celebrity crush? Dikkie. Eindelijk! Wie is jouw celebrity crush? Denk je hiermee tijd te gaan pakken voor je vlog? Je hebt hem ertussen gezet. Ja, maar ik weet, ik heb niet... Geen celebrity crush ook een antwoord? Oh, je mag ook een joker inzetten hoor. Doe maar Nina Waring. Echt? Ben je ooit ontslagen? Nee. Wanneer heb je voor het laatst gehuild? Doe even normaal met deze vraag. Ik heb al jaren niet gehuild. Wanneer heb je voor het laatst gehuild? Ik ga niet zeggen dat je in je hele leven nooit gehuild hebt. Ik denk bij een serie. Oh, wat schattig. Oh, pardon. Maar dat is echt het enigste moment ooit dat ik bij een film of serie een traantje heb gelaten. Oh, ging iemand dood? Nee, niet eens. Ja. Dat is nog het erge. Wat is het liefste wat iemand ooit tegen je gezegd heeft? Nou, ik denk gewoon logisch. Ik hou van jou. Heeft iemand dat ooit tegen jou gezegd? Oh, dit is zo leuk. Zou je een moord kunnen plegen?
Ja. Hollow talking, hollow girl. Oké, dat klinkt echt heel eng. Nee, ik zou dat echt goed kunnen. Ik denk dat ik mentaal echt gewoon totaal niet knock-out ga. Als je snapt wat ik bedoel. Zeker. Nee, ik denk dat ik het heel goed zou kunnen. Niet dat ik het van plan ben. Ik ben totaal niet iemand die een moord gaat plegen of zo, maar... Ja. Wat is de mooiste plek op aarde? Die gletsjer in Noorwegen waar ik was. Oh ja, 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 daar had je verteld. Dat is gewoon heel mooi. Heb je ooit iemand verklikt? Verklikt? Ja, tuurlijk. Zoveel. Kan je koken? Nee. Ja, op zich prima. Ik kan niet speciaal goed koken, maar ik red het. Oké. Okay. Hoe vaak per dag kijk je op je telefoon? Zeker wel 50 keer. Ik denk wel 100 keer. Geloof je in God? Ja, dat is een lastig antwoord. Ik geloof in iets, maar niet per se in God. Wat is het mooiste boek dat je ooit hebt gelezen? Mijn favoriete boek is Maak je bed op. Ja, zo heet dat boek. Hoe heet die? Ik moet even denken hoe die heet. Even denken. Nee, ik weet het. Het heet iets van maak je bed op. Heet het. Oh, die heb je ook opgegeven destijds in mijn vriendenboekje. Ja, geloof je in toeval? Nee. Wat is de mooiste film ooit? Ik kijk helemaal geen mooie films. Nou. Oké, ja, dit is wel een beetje van vroeger. Maar dat heet Brother Bear. Van Disney. Ik ga die ook een keer kijken. Komt het goed. Het is een mooie film. Niet dat ik hem nu nog kijk, maar het is een mooie film. Oké. Geloof je in het lot? In het lot? Nee. Dat dacht ik al. Kan je navigeren? Nee. Volgende vraag. Dat is een vraag. Het staat hier. Kan je navigeren? Nee, dat lukt me. Welkom bij de Lucas probeert te navigeren compilatie. Is er een mogelijkheid dat jij de kijkers nog kan bewijzen dat je wel goed bent in navigeren? Nee. Wat nee? Ik snap er niks meer van. Lucas kan niet navigeren. We zijn nu al de weg kwijt. En we zijn opnieuw verdwaald. Er zijn te veel momenten dat we kunnen bewijzen dat dat niet zo is. Hoeveel talen spreek je? Geen Duits. 3. En een paar woorden. Heel veel van een paar woorden in andere talen. Oké, dit waren de eerste 30 vragen. En dit waren de makkelijkste vragen. Dat is zo dus de minst persoonlijke vragen. Nou zeg. Nu komen de persoonlijke vragen. Ja, dat vind ik een beetje onzin. Wat is je grootste leugen ooit? Yo, waarom komt dit soort moeilijke vraag? Hoe weet ik nou wat mijn leugen is? Nou, mijn grootste leugen ooit is denk ik dat ik gewoon gezegd heb dat ik weg ben terwijl ik niet weg ben. Oh ja, om er iets uit te komen, een afspraak ja, of zo. Ja, gewoon ja. Dat ik zeg van ja, nee, ik ben nu met een vriend afspreken terwijl ik gewoon thuis op de bank zit. Zeg je dan ook wel eens nee, dat mag niet van mijn ouders terwijl het wel gewoon mag? Nou, dat mag sowieso altijd van mijn ouders ongeveer. Oké, interessant. Nee, maar dan weet ik dat ook. Ja, echt heel weinig, zo niet. Kunnen jongens en meisjes vrienden zijn? Tuurlijk. Dat vind ik wel kunnen. Mag je liegen in vriendschap? Ja, als het een leugen om bestwil is. Eigen bestwil? Nee, als de ander er ook iets goeds aan heeft. Oké. Dus niet per se jezelf, maar als je die ander ermee naait met je leugen, dan niet. Dan kan je beter de waarheid vertellen waarschijnlijk. Bestaat er één ware liefde? Nee. Duidelijk. Is er buitenaards leven? Ja. Heb je hoogtevrees? Ja. Ja. Lucas. Nee, nog niet. Jouw idee was het om in het reuzenrad te gaan. Waarom? Vraag het even als ik beneden ben. Hoe heet het leukste meisje op je basisschool? Ja, maar nou ga ik een naam noemen die jij ook weet. Ja, dat is prima, maar ik ga niet verliepen in de vlog. Nee, we hadden maar 5 meisjes in de klas. En sowieso ja? Ging ik er maar met 2 om, maar mm-hmm. Ik ben er nog met eentje bevriend, dus dat is daar. Dit vindt zij niet leuk. Nee. Waarom kon je niet gewoon de joker inzetten? Dit was bedoeld als jokervraag. Ja, maar ik moet er gewoon een naam zeggen en dit is heel makkelijk. Ik stuur hem door naar haar. Ik heb niet iets anders. Ik heb niet een... Nee, ik heb geen andere naam voor de basisschool. We hadden maar 5 meisjes, dus dat is heel makkelijk. Kan je iedereen vergeven? Nee, maar dat antwoord is trouwens ook niet leuk voor haar. Want je zegt dus eigenlijk ben je niet leuk, maar omdat we maar 5 meisjes hadden ben je toch de beste. Nee.
Oké. Okay. Daar gaan we het niet over hebben. Kan je iedereen vergeven? Ja, ik kan eigenlijk wel iedereen vergeven. Vergeten. Vergeten. Vergeven, ja, dat kan ik goed. Is de maanlanding fake? De maanlanding fake? Nee, ik geloof dat er een maanlanding is plaatsgevonden. Ik heb André Kuipers ontmoet, ja. Ja? Ja. Wat is je levensquote? Mijn levensquote, dat is... Ik kan heel goed navigeren. Nou, dat kan echt niet. Make your bed. Waarvan zou je leven als zwerver? Mijn inkomen, mijn salaris. Shadow rises, new are here. Dat heb je niet als je zwerver bent. Ik zou als zwerver gewoon gaan werken. Hoeveel geld staat er op je rekening? Ja, jongen. Ja, nee, dit kan ik echt niet zeggen natuurlijk. Tuurlijk wel, waarom niet? 500 euro. Ik doe een screenshot in beeld. Wat weet niemand over je? Ja, maar wat moet ik zeggen nou? Iets wat bijna niemand over je weet. Dat is ik heb niet echt veel geheimen of zo dat niemand dat over mij weet. Ja, nee, echt wel. Nee, echt niet. Echt wel, iedereen heeft dat. Ik kom nu op niks. Ik kan niet geloven dat jij een open boek bent. Oké, we komen hierop terug. Wanneer was je eerste kus? Oh ja, wat is dit voor onzin allemaal? Weet ik veel. 6 jaar geleden of zo. Wie is je stomste family member? Nou, dat kan echt niet. Dit is echt leuk. Ik vind het ontzettend. Ome Jan. Je hebt helemaal geen oom die Jan heet. Jawel. Oké, jammer. Het was te proberen. Je vader of je moeder? Wat? Moeder. Dit is echt heel goed. Wie is het knapste van al je vrienden? Ik weet het echt niet. Yes, dit wordt een joker, jongens. Is dat, hoeveel is dat dan? Dit tweede. Oké, dat is ook mijn joker. Wat is je beste herinnering met mij? Oh, dat was een hele makkelijke vraag trouwens. Die kan ik wel beantwoorden. Joker weg. Joker terugtrekken. Oké, wie is de knapste van... Nee, heb je joker al gebruikt? Pech gehad. Nee, je hebt hem al gebruikt. En nu heb je nog 2 pittige vragen. Wat is je... Nee, dit valt heel erg mee daarom. Oh, okay. Heel erg balen. Je had echt vaker... Gewoon ieder normaal mens zegt op de vraag... Je vader of je moeder zegt die... Hier geef ik geen antwoord op. Het is echt heel hard dat je dat wel gedaan. Okay, ja, maar het is toch ook niks... Het is geen offense. Nee, ik zeg gewoon niks nu. Wat is je beste herinnering met mij? Ik was Amsterdam wel leuk. Oh, dat was heel leuk. Ik denk dat het dan nu is. Maar we zijn nu natuurlijk ook een hele leuke herinnering is dit. Maar dat is een beetje gek om nu al te noemen. Ja. Wat is mijn leukste en stomste video? Je leukste video? Nou, die podcasts waren wel leuk. Vlog 101. Oh ja, die was ook heel leuk. Oh, allemaal nog kijken, mensen. Ja, nu zijn er nog 2 vragen waar we op terug zouden komen. Wat weet niemand over je? Prima, maar je hebt nu 3 jokers ingezet. Ja. Dus de volgende wordt een challenge. Dus ik ga er wel van uit dat je even hier een joker op inzet. Oh, zodat we een challenge doen? Ja, het zijn niet erge challenges of zo. We gaan het zien. Wat is het domste dat je ooit gedaan hebt? Joker. Ja, jij wilt het, maar ik weet het. Ik weet het opeens. Ik weet het serieus echt. Oké, vertel maar. Maar dan is het niet leuk zeker voor je video. We kunnen een challenge... Of jij doet dan een challenge. Hoezo ik heb, moet ik heb het gehaald doen? Met 3 jokers. Maar het zijn mijn challenges. Ik heb ze bedacht. We doen allebei een challenge. Oké, afgesproken. Wat is je domste herinnering ooit? Dat is dat ik met zo'n stoeltjeslift meeging. Waar je letterlijk bijna, je kon er gewoon uitspringen als je wou. Maar je ging gewoon lekker 100 meter de lucht in ongeveer. En toen ging mijn berg omhoog. En dat was een beetje dom, want ik heb hoogtevrees. Oh ja, ja, logisch, vrij logisch. En de allerlaatste vraag. Wat was de stomste vraag? Review. Allemaal waren ze 1 voor 1 stom. Nee, de stomste vraag is, ja, ik heb toch die vraag aan iemand houden. Oh ja, over die grootste geheim ding. Oh ja, die was wel heel stom. Die ja. Niemand weet, maar ik heb geen idee, want ik heb niks dat niemand weet, of bijna niemand weet bijna. Denk ik. Maar daar kun je ook voor ingezet, dus dat maakt niet uit. Yes, dan gaan wij 2 challenges doen. Ik heb daar nu al zin in. Top. We moeten even naar een plek met wifi. Want? Dat hoort bij de challenge. Nee, ga weg. Wat? We gaan niks op WhatsApp doen. Zeker wel. En daar heb je nu al naartoe gezegd. Nee, echt niet. Ik ga hem ook doen. Oh, ik ga hem ook doen. We gaan niks op WhatsApp doen. Wat ga je opzoeken? Hoeveel mag je opzoeken?
Wat? Hoeveel mag je opzoeken? Hoe bedoel je hoeveel mag je opzoeken? Mijn telefoon is leeg. Ik zie geen telefoon. Nee, het is een Lyrics prank. Wat? Dat ken je wel. Ik ga gewoon iets opzoeken. Nee, kom nou. Je kent dat begrip Lyrics prank toch wel? Jawel, maar je moet toch dan op een plek staan waar 4G werkt? Bij mij werkt die. Hier? Ja. Top. Dan kunnen we jouw challenge hier doen. Nee, ik heb eigenlijk geen idee. Oké, okay, kom, dan gaan we meer daarheen. Ja, ik moet mijn telefoon nog opstarten. Oké, okay, laten we sowieso dan daarheen gaan. Heb je nooit gehoord van een Lyrics prank? Nee. Ik kijk geen TikTok. Het is helemaal geen TikTok. Dit is een hype van 2 jaar geleden. Je mag zelf... Daarom. Je mag zelf 1 persoon kiezen uit je contacten van WhatsApp. Het liefst iemand die een beetje snel reageert. Oh. En dan ik snap het. Heb ik een songtekst en jij mag er straks een voor mij uitkiezen. In het Nederlands, waarvan je telkens 1 regel stuurt. En je mag pas stoppen als hij het door heeft, snap je? En okay, ik heb een hele leuke... proberen zo ver mogelijk te komen van de Lyrics. Ja. En dat is superleuk. Ja, maar ik heb ze in mijn hoofd. Ik ken het liedje. Weet je zeker dat je het bij hem wil doen? Ja. De eerste Lyrics is... Het is trouwens de Lyrics van het liedje... Senorita Nederlandse Koffer van Banner. En de eerste... Oké, okay, ja, je moet alvast het nummer erbij pakken. Ja, ik heb hem in mijn hoofd. Ik ken hem in mijn hoofd. De eerste line is... Ik dacht... Hè? Ja. Ik dacht dat je niet meer wilt zijn dan vrienden. Je zegt dat je niet meer wil zijn dan vrienden. Zal ik dat gewoon meteen als eerste sturen? Ja. Of mag ik tussendoor andere appjes sturen? Of moet echt altijd dit? Mag ook tussendoor andere appjes. Ik dacht dat je niet meer wilt zijn dan vrienden. En dan kijken wat hij reageert. Je mag het ook iets meer in jouw stijl zetten of iets in die richting. Of er een yo voor zetten of wat je dan ook wil. Om het makkelijker te maken. Jij hebt meer gezet. Hé, ik dacht dat je niet meer wilt zijn dan vrienden. Oké, okay, dat heb ik gestuurd. Oh, en hij stuurde ook daarvoor nog doe Frodo ook even de groeten. Hij heeft niet door dat hij nu al in een Lyrics prank zit. Heel even kijken, wat denk je dat hij gaat uploaden? Ik ben heel benieuwd. Ik ken hem dus niet zo goed, dus dat is een beetje lastig. Wat? En nu moet je zeggen, maar toch weet je me altijd weer te vinden. Maar toch weet je me altijd weer te vinden. En reageer dat maar even op die wat. Verder stuurt hij nog iets over vakantie of zo? Ik ben pro hierin. Ik ben gewoon tussendoor een heel ander gesprek aan het voeren. En dan ineens, boem, een gekke zin. En dan van, ja, hij denkt ook van, nou, boeien. Zie je, hij negeert dat gewoon, die zin. Oké, okay, dan stuur je er nu achter aan. Maar elke keer als ik aan je denk... En elke nacht dat ik er niet was... Hij stuurt nu, wat lulde hij nou weer? Maar elke keer... Als ik aan je denk. Dat is hem, niet langer. Ja. Ah, dat gaan we. Dat duurde te lang, erachteraan. Die duurde te lang. Duurde te lang. Duurde te lang. Puntje, 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 doe ik. Het duurde te lang. En nu even wachten tot hij iets reageert. Oké, dit is zo raar. Maar ik vind het nog ongemakkelijker omdat ik nog moet. En ik ga denk ik doen mijn Leon. Wat wilde gij nou weer, zegt hij ook. Ik vind het wel grappig hoe hij reageert, maar hij negeert het een beetje, die zinnen. Half. Hij heeft er wel alles op gereageerd. Ja, maar de eerste stuurt hij wat met een lachende smiley, dan begin ik over iets anders en dan negeert hij het toch. Die tweede heeft hij helemaal niet. Oh jawel, daar zei hij wat lulder, ga je nou weer. En nu gaat hij weer typen. Oh. Wat stuurt hij? En nu is het maar elke keer, dat duurde te lang, maar elke keer als ik aan je denk, dat duurde te lang. Hoe zou alles lopen? Hoe zal alles lopen? Hoe zou alles lopen? Hoe zou alles lopen? Niet hoezo, maar hoe zou alles lopen? Ik dacht dan, hoezo is wel prima. Hoe zou alles lopen? Daar gaan we. En dan stuur je er nu achteraan, als je gaat geloven in meer.
huis. Als je gaat geloven in meer. Als je gaat geloven in meer. Mag ik daar nog een naam bij zetten? Ligt aan wat? Wat wil je er dan? Dit wordt heel grappig, dat is zijn vriendin. Oké, prima, doe maar. Ik ben heel benieuwd hiernaar. Dit is zo stom. Nu wordt het echt ongemakkelijk, dit liedje. Dus dat is super. Het grappige is, jij bent ook tussendoor net iets van een ander gesprek, waardoor hij niet echt denkt dat het heel erg raar is ofzo. Want als je alleen die lyric stuurt, is het net iets raarder. Maar dat is misschien ook een beetje soms het idee. Ik ben echt heel erg benieuwd wat hij nu gaat reageren. Maar ik heb nu de naam van zijn vriendin bij dat laatste zinnetje gezet. Dus dat klinkt wel heel gek. Mm-hmm. We komen zo bij jullie terug als we iets meer hebben getypt. We lagen samen. Dit is echt zo stom. We hebben nu we lagen samen getypt. Okay. We lagen samen. Hallo? Ik moet nu echt iets typen. Ik was je naam alweer vergeten toen jij. Ik was je naam alweer vergeten toen jij. Ik hoop dat hij nu afkomt, want nu wordt het heel ongemakkelijk. Dit is echt leuk. Dit is echt heel leuk. Dit is leuk. Jij bent zo nog aan de beurt. Ja, heel cool. Ik was je naam al vergeten toen jij. Ja, nu heel even uit dat gesprek, zodat hij niet zegt ziek van aan het typen. Oh, hij heeft het ook al gelezen. Dit is zo ongemakkelijk. Deze guy. Hij denkt, wat de hel. Oh ja, dat was het irritant. Maar oké, zeg maar wat. Maar dit is echt de laatste die ik ga sturen, hoor. Dan moet ik echt afkappen, want het duurt nu zo lang. En hij zit ook echt van, ho, ho, ho. Ja, hij moet nog één ding typen even. Oh, daar gaat hij. Hij zit typen. Toen ik stuurt hij waarschijnlijk dan of iets in die richting. Met wie praat ik nu? Oh, hij denkt dat jij het bent. Toen ik me vasthield aan jou. Je vasthield aan mij, oh. Toen ik me vasthield aan jou. Dit is zo stom. Oké, we hebben nu afgesproken dat we hem afkappen. Hoeveel regels heb je getypt? En dan alleen de regels die... meetellen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oké, dan ga ik er zo ook 9 typen. Wat stuurt hij? Ben je gay of zo? Wanneer deden we dat dan? Ik heb ook een vraag van me te pakken, waar heb je het over? Wat? Is schare luier, ik spreek, typ maar. Nu is de toppunt wel geweest. Dit was heel leuk. Maar nu moet ik helaas ook eraan geloven.